Stefano Marcel, leuk dat je wilde komen. Welkom in onze studio. Allereerst, hoe gaat het met je? Dankjewel, ik ben hier graag. Ja, met mij gaat het goed. Ik ben fit, dus ik heb nergens iets over te klagen. Ben je tevreden over hoe het seizoen tot nu toe verloopt voor jou? Ik ben zeker tevreden over mijn seizoen tot nu. Ik ben basisspeler. Ik ben er geen wedstrijd gemist. Over mijn eigen prestaties ben ik ook wel tevreden. Soms zit er wel eens een mindere wedstrijd tussen, maar ik denk dat ik redelijk stabiel ben in mijn wedstrijden. Dus ja, daar ben ik wel tevreden over. Eigenlijk ben je onbetwiste basisspeler bij Heerenveen. Waarom is dat, denk je? Ik denk omdat ik voor een trainer een speler ben die betrouwbaar is, die altijd zijn werk doet en altijd iets extra's probeert te brengen. Maar vooral ja, dat het betrouwbaar is, is wel handig voor een trainer, denk ik. Nou, je maakt een goed seizoen door ook, voor jezelf? Ja, dat vind ik wel. Ik ben daar wel tevreden over. Het was ook mijn doel om een heel seizoen vol te spelen. Want dat was in het verleden nog niet echt mijn geluk. Dus ik ben daar wel tevreden over. Ja, je zei net, mijn stabiliteit is misschien wel mijn kracht. Wat is nog meer je kracht? Opbouwend misschien? Ik denk dat ik gewoon als ik opbouwend met goede spelers rondom mij krijg, zoals Luciano die nu echt heel goed draait, dan begint het wel te lopen aan de rechterkant. En dan zie je dat ook wel in wedstrijden terug, dat wij elkaar steeds beter aanvoelen. En dan betaalt het zich ook uit in doelpunten voor Luciano en assist. Ja, en het betaalt zich misschien ook wel uit in de zin van hoeveel doelpunten jullie tegenkrijgen dit seizoen. Gaat ook uitstekend. Voor mij staan jullie op de vierde plaats als het gaat om de minst aantal tegendoelpunten in de competitie. Dat klopt. Volgens mij zit alleen de top drie voor ons. Dus daar mogen we ook zeker niet over klagen. En dat wil gewoon zeggen dat wij achterin stabiel zijn en dat wij vrij weinig weggeven. Ben je in dat opzicht ook tevreden over het seizoen dat jullie als team draaien? Als team hebben we... het dipje voor de winterstop was niet goed. We hebben een aantal wedstrijden niet kunnen winnen. Maar ik denk dat we op een plaats staan waar we nog wel wat kunnen stijgen. Als je nou een paar mooie overwinningen pakt in die laatste wedstrijden, kan je nog stijgen. Maar ik denk dat wel onze plek ongeveer daar in die play-offs is. Is het dan 7, is het dan 5, is het dan 4 misschien? Ja. Dat wordt wel moeilijk, maar iets hoger dan 7 zou onze plek wel zijn, denk ik. Ja, dat is eigenlijk ontzettend knap, ook zeker als je kijkt hoeveel spelers er zijn vertrokken. Ja, we hebben veel wisselingen van spelers gehad, dus het was altijd weer opnieuw een beetje schuiven in het elftal. Nieuwe patronen die je moet aanleren, dus elkaar weer aanvoelen. Dus ja, dat is wel inderdaad, het is wel knap op de manier die we hebben gedaan met thuis een aantal mooie overwinningen tegen mooie clubs. Dus ja, dat is wel goed gegaan, ja. Ja, afgelopen weekend wilde het helaas niet lukken tegen NAC. En we gaan nu even terugblikken op die wedstrijd. Stefano, tegen NAC, het was wel een ontzettend stugge wedstrijd, hè? Wat vond jij daarvan? Ja, klopt. NAC speelde met hun 11 spelers op eigen helft. En voor ons was het moeilijk om daar door te komen. Omdat dat vooral als reden volgens mij dat wij baltempo te laag hadden, vooral in de eerste helft. Waardoor dat je niks losspeelt en hun gewoon in positie konden blijven staan en het makkelijk oplossen. En de tweede helft hebben we iets of wat hoger tempo proberen te spelen. Toen kwam er iets meer ruimte, maar het was niet dat je zegt van dat we zoveel kansen hebben gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Baal je ervan dat jullie dan wel weer moeite hebben tegen een tegenstander die ver terugzakt? Ja, dat is vervelend, omdat we dus blijkbaar nog altijd niet echt
een oplossing hebben voor een team dat zo ver terugzakt, terwijl het eigenlijk vrij simpel is door baltempo hoog te houden. En ja, de bal rond te laten gaan, veel beweging, diepte maken. Het wordt ons allemaal wel telkens verteld door de technische staf, maar blijven het toch moeilijk hebben daarmee. Ja, waar ligt dat dan, denk je? Misschien ook onzekerheid? Of? Ja, waar ligt het zoiets aan? Ik denk vooral ook omdat je ook niet op een counter wil lopen. Dus als je dan met te veel mensen op hun helft gaat komen, dat ze er dan snel uitkomen met een paar spelers die ze daar hadden staan. Dus ja, je moet een mix vinden tussen aanvallend en verdedigend goed staan. En daar ligt misschien nog wel wat te halen voor ons. Ja, want ook als we kijken naar die ranglijst weer. Ik bedoel, van jullie staan er uitstekend voor. Doen het ook uitstekend thuis. Maar jullie hebben wel allemaal punten laten liggen tegen de nummer 13 tot en met de nummer 18. Dat is natuurlijk doodzonde. Het had nog veel mooier kunnen zijn. Dat klopt. En dat is zeker vervelend. En zeker ook naar het publiek hier thuis. Zeker tegen dat soort teams moet je eigenlijk kapot spelen, zeg maar. Maar helaas, en dat is pijnlijk en dat is een punt voor aan te werken, zeker ook weer naar volgend seizoen toe. Ja. Valt ons op dat je de laatste tijd regelmatig zelf ook de aanval zoekt. Ben je tevreden over je eigen aanvallende kwaliteiten, wat je nu brengt? Ik heb altijd geleerd dat een back 3 of 4 keer per helft mee naar voren moet komen, maar wel goed. En niet telkens mee naar voren moet gaan en het niks oplevert. Dus ik probeer dat wel te doen. En in wedstrijden gaat dat goed en in andere wedstrijden dan loopt de buitenspeler aardig mee, verdedigend. En dan is het gewoon wat moeilijker om mee op te komen. Maar ik probeer op snelheid met Luciano daar wat in te betekenen en een voorzet af te leveren. Scoren blijft nog een beetje uit, hè? Ja, dat is niet mijn sterkste punt. Het is wacht op de eerste Eredivisie doelpunt. Ja, inderdaad. Ik heb wel een paar kansen gehad al het afgelopen seizoen, maar ik krijg ze niet gemaakt. We hebben even in het archief gezocht en we hebben één doelpunt van je teruggevonden. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik kan me nog wel. Staat me nog iets van bij, ja. Ja, zat er aardig in? Ja, dit was een moeilijke goal voor me. Ja, nou ja, goed. Wellicht dat je aankomende zaterdag tegen AZ ook je eerste doelpunt kan maken. Wat verwacht jij van dit duel? Ik denk dat dit duel in ieder geval meer open zal zijn dan de afgelopen weekend. AZ staat op 5 punten van ons. Dus dat is sowieso wel een reden voor. Dat het voordat het duel interessant wordt en thuis tegen Feyenoord, Zwolle, tegen teams die toen ook boven ons stonden, hebben we aardig gespeeld. Dus ik hoop weer op zo'n herhaling. Ja, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jullie? Het gat is nu 5 punten met AZ, die had het in het begin over. Jullie willen misschien wat stappen maken nog op die ranglijst? Mm-hmm. Ja, het is sowieso belangrijk om misschien dichter bij AZ te komen, maar ook om nummer 8 helemaal uit te tellen. Dat hij geen hoop meer heeft om in die play-offs te geraken. Dus, een overwinning zou zeer welkom zijn in dat opzicht. Ja, dat zou zeker welkom zijn.